Rachel! Albert. Al je boodschappen voor je favoriete gerecht bij je? Ja. Wat ga je maken? Gado gado. Ja, ik ga iets met vegetarische balletjes. Ah, zin in! Zin in! Leuk, waar moeten we naar binnen? Volgens mij daar. Hier. Rachel en Albert gaan met hun boodschappen naar Liesbeth. Zij is hoogleraar op het gebied van gewicht en weet wat gezonde voeding doet met je lichaam. En dus ook waarom je door gezond eten minder vatbaar bent voor ziektes zoals corona. Hallo Liesbeth. Hallo Rachel en Albert. Hi. Oh dear. Nou, dan zijn ze de boodschapjes. Ja, ik ben benieuwd wat jullie hebben meegenomen. Oké, turkbrood. Kastavencrackers. Chips. Voilà. Noedels. Mager. Yoghurt. Yoghurt, ja. Zilvervliesrijst. Tomaat. Ook de gewone rijst. Kan ik kiezen. Waarom ik jullie heb gevraagd wat dingen mee te nemen, is omdat we het gaan hebben over het immuunsysteem. En dat kan je zelf voor een deel versterken door bijvoorbeeld goed voor je lijf te zorgen. En dat doe je door bijvoorbeeld gezond te eten. Taugé natuurlijk. Olijfjes. 5 kruiden. En vega balletjes. Toetje. Voilà. Tiramisu. Cookie dough ijs. Dit is je lievelingsmaaltje. Ja, ik vind gado gado heel lekker. Ik hou van Indonesisch eten. En dit is jouw lievelingsgerecht, of niet? Ja, dit is mijn lievelingsgerecht. Het is een Grieks en heel makkelijk te maken. Het is echt in 5 minuten staat op tafel. Indonesisch, Grieks, het ziet er allemaal heel lekker uit. Maar is het ook gezond? Ik wil eerst even een testje met jullie doen. Laat even die plaatjes even heel goed op je inwerken. Stel je gewoon even voor dat je zo'n truffel op dit moment in je mond stopt. Zo'n stukje chocola of zo'n lekker hapje neemt van het koekje. En dat je koud en je proeft nu dat zoete, dat proef je in je mond. Als je lekkere dingen ziet, gaat je lichaam hongerhormonen aanmaken. Stofjes die ervoor zorgen dat je trek krijgt. En dan juist trek in zout, vet en zoet. Want die hormonen zorgen ervoor dat je bloedsuiker omlaag gaat. En zo verleiden die hormonen jou om iets te kopen wat niet zo gezond is. Dus niet dit, maar dat. Dus boodschappen doen met een blinddoek om. Of beter eerst even eten, anders gebeurt er dit. Ik zou jullie willen vragen, maak eens een keus. Waar zou je nu het meest zin in hebben om nu te gaan eten? Ja, die natuurlijk. Ik ook deze. Oh. De truffel. Ja. Mag ik hem al opeten? Van mij mag je lekker hap nemen, hoor. Nou, dat is zo ongezond. Ik doe het niet, hoor. Hoe die knap. Kijken. Hoe voelt hij in je mond? Heel lekker. Er is een appje, Kies ik Gezond, van het voedingscentrum. Oh. En als je dan twijfelt en denkt, nou ja, is nou iets gezond of niet? Dan kan je heel makkelijk even de streepjescode scannen. En dan zie je, is die gezond of niet? We gaan even de noedels scannen. Die is niet gezond. Hij staat niet in de schijf van 5, omdat hij te veel zout bevat. Gaan we de eieren even scannen. Tekentje verschijnt, past in de schijf van 5. Tofu. Die past in de schijf van 5. Ah ja, lekker. Gezonde keus. Verse groenten, dat is eigenlijk dat is altijd goed. Dat hoeven we allemaal niet te scannen. Vet, daar denken vaak ook mensen dat het heel gezond is. Maar vaak is dat niet zo. Kaas, dus toch, daar krijg je gezonde botten van. Helaas, niet in de schijf van 5. En dan staat erbij waarom niet in de schijf van 5. Omdat het te veel verzadigd vet bevat. Olijven zijn natuurlijk hartstikke goed. Helaas, deze olijven in de pot, die staan niet in de schijf van 5. Want hier zit te veel zout bij. Oh, dat zout ook steeds. Vegaballetjes, daar heb je ook verschillende van. Dat is natuurlijk wel bewerkt. Sommige zijn gezond, sommige niet. Je hebt de goede keuze gemaakt. Schijf van 5. Nou, oké. En het ijs, ja. Nou, die cookie doos even scannen. Nou, eens even kijken wat daaruit komt. Nou, niet geheel onverwacht. Staat niet in de schijf van 5. En als reden staat dat er heel veel calorieën in zitten en veel suiker. Dus aan alle kanten, helaas, eet je het alleen maar even voor het lekker. In jouw professionele opinion, wie maakt hier de gezondere keuze? Als je die groentes lekker er eet en die vegaballetjes, dan neig ik naar dat die ietsje gezonder is qua keuze. Gezond eten kopen is heel belangrijk om beter tegen ziektes zoals corona te vechten. Want van lekkere maar ongezonde dingen vol suiker, zout en vet krijg je sneller buikvet. En te veel buikvet is niet goed voor je. Want daarin kunnen ontstekentjes ontstaan en daartegen moet je lichaam hard vechten. Als het coronavirus daar ook nog bij komt, moet je lichaam vechten tegen 2 vijanden. En dat is dubbel zo zwaar. Oké, en als ik morgen weer ga shoppen, hoe maak ik dan gezondere keuzes? Ja, het hoeft eigenlijk helemaal niet heel ingewikkeld. Als je gewoon heel veel groenten en fruit eet, dat is heel goed. Niet te veel frisdrank, of eigenlijk geen frisdrank. Niet dranken waar suiker in zit. Dus wat mag je wel drinken? Gewoon water, thee, als je het lekker vindt ook koffie. Melk is ook goed. Als je brood, rijst of pasta neemt, neem altijd de volkoren variant of de zilvervlies. Af en toe een handje ongezouten nootjes mag je ook eten. Verder, vette vis is goed voor je. Zalm bijvoorbeeld. En vooral niet te veel suikers. Eigenlijk komt het er ook op neer dat je... je hebt zeg maar bewerkte producten. Dan moet je je voorstellen een beetje wat in de fabriek helemaal wordt gemaakt. In de zakjes en pakjes. Mm-hmm. Ja. Dat is eigenlijk over het algemeen vaak niet goed. En ook voor je immuunsysteem en voor je gewicht is het ook belangrijk... dat je gewoon voldoende slaapt en voldoende beweegt. Mm. Niet te veel stress hebt. Want ook die elementen doen samen met de voeding... doen mee voor een gezond lichaam en een sterk immuunsysteem. En dus een betere startpositie als je moet strijden tegen corona. Bijvoorbeeld. Ja. Ja, en als jullie dit nu allemaal weten, wat zouden jullie nu kiezen? Die wilde ik ook pakken. Ja, dat wist ik. Ik heb overal gelikt. Ga jij maar lekker aan de spruiten, jongen. Ja, dan maar die. Rauwe broccoli.